creme passionnel. Ik vind dat zo'n foute kreet, alsof je in de naam van de liefde zoiets zou mogen doen en dat het dan minder erg is. Ja, als je dat hoort, dan denk je, dan moet je echt een beest zijn. De rechtbank veroordeelt verdachten voor de doodslag op Wilma de Jager. Kom in. Deze hebben we genomen toen hij nog puppy was, samen met mijn moeder. Nou, ik zeg ook altijd dat er een beetje van mijn moeder in de hond zit. Alsof je toch een beetje moeder hebt. Hè? Dan, ja, als ik dan mijn moeder een knuffel geef, kan ik ook een hond knuffel geven. Dus dat geeft wel een fijn gevoel. Ja, het geeft wel heel veel steun, moet ik zeggen. Ja, mijn moeder, die, als je ook filmpjes ziet, dan is het leuk om te zien hoe zij met die hond deed en hoe leuk hun band ook samen was. No. Hi. Wilma is echt een mooie vrouw, lieve vrouw. En serieus met haar werk bezig. Ze had een eigen huis. Ze had de zaakjes goed op orde. Ze had een goede spaarrekening. En ze had een half jaar voor dit allemaal gebeurde nog de HBO-opleiding gehaald. Echt super lief, zorgzaam. Ja, eigenlijk als je wat fout deed, ja, zag zij het goede ervan in. Ja, ze stond altijd achter je. Dus ook al zat je misschien zelf fout, dan stond ze gewoon achter je wat je ook deed. Ik had zelf, voordat dit ons overkwam, toch altijd wel een soort vooroordeel van dat dit alleen voorkomt in achterbuurt, achterstandswijken. Maar het blijkt dus gewoon in iedere familie te kunnen gebeuren. Het is een heel boek hoor, dus een beetje kijken. Ja. Ze altijd wel mee, hè, altijd met school. Carnavalsoptocht, ja. En Sinterklaas intocht. Je ouders zijn op een gegeven moment gescheiden. En jullie moeder kreeg een nieuwe relatie. Wat heb je daarvan meegekregen? Van wat voor relatie was dat? Ik vond het heel lastig om dat in het begin al te accepteren eigenlijk. En vervolgens waren er zoveel dingen gebeurd waarvan ik dacht, ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon raar hoe het deed en ja, toch moeite ermee hoe hij was. Ja, ik had een hele goede klik, voor mijn gevoel, met hem. En hoe uitte zich dat? Deden jullie dingen samen? Ja, of, gewoon ook soms gewoon eten of heel vaak naar de bioscoop. Ze woonden allebei in hun eigen huis en alleen in de weekenden zagen ze elkaar als ze de kinderen niet hadden. En het leek gewoon een goede relatie. Het loopt al een tijdje stroef tussen de twee wanneer Wilma na 7 jaar de relatie beëindigt. Maar na de breuk laat haar ex haar niet met rust. Alle appjes liet ze altijd aan mij zien. Hoe hij altijd aan het dringen was van ja, ik wil je nog zien. Ik blijf voor je vechten en het is nog niet over. Ik zeg ja, je moet heel duidelijk zijn van het is over en uit en ik wil ook geen contact meer. Ja, en dat ging ze dus vrijdags doen. We weten wel dat zoals allereerste is geslagen waarschijnlijk, want ze had een blauw oog. En vervolgens heeft hij haar gewurgd en toen kwam er ook bloed uit haar mond. Dus als dat soort dingen gebeuren, ze heeft al een bloedneus, er komt bloed uit haar mond en ze trappelt met haar benen omdat ze snakt naar adem. Dan moet er toch een lichtje gaan branden van hé, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar vervolgens heeft hij nog, is hij inderdaad naar de keuken gegaan, heeft hij een mes gepakt en de keel doorgesneden en ook met een mes gestoken. Ja, als je dat hoort, dan denk je, dan moet je echt een beest zijn. Ronka wordt meteen opgepakt. Hij bekent, maar hij zegt niet te weten wat er is gebeurd. Zijn advocaat zegt dat er sprake was van een plotselinge impuls. Een klassiek voorbeeld van een crime passionnel. Dat het per ongeluk is gegaan, ja, ik weet niet. Dat gaat er bij mij niet helemaal in. Omdat hij zoveel dingen achter elkaar heeft gedaan. En in best wel lange tijd. Ja ik geloof dat niet, nee. Nou, ik geloof er ook niks van. Want het is inderdaad, hij heeft er eerst geslagen, daarna heeft hij er gewurgd. En toen is er nog een moment gegaan dat hij naar de keuken een mes heeft gepakt. En dan denk ik, ja, je had na het wurgen ook, daar zit nog tijd tussen. Dus je kan inderdaad schrikken,
En dan denk je, oh, wat heb ik nou weer gedaan? Maar hij is nog naar de keuken gegaan om het nog, grof gezegd, echt af te maken. Ja, crime passionnel. Ik vind dat zo'n foute kreet. Alsof je in de naam van de liefde zoiets zou mogen doen en dat het dan minder erg is. Ik vind het echt een kreet die nergens op slaat. Het is gewoon moord. Ik vraag me steeds af hoe bang ze moet zijn geweest en hoeveel pijn ze moet hebben gehad. Daar word ik zo verdrietig van dat ik er 's nachts vaak om lig te huilen. Ik heb al die jaren gedacht dat je een vriend van me was. Ik dacht dat we een bijzondere band hadden. Maar wat heb ik in jou vergist? Ik heb afscheid van mama moeten nemen met een paars gezicht, een keel vol met hechtingen en een dichtgeslagen oog. En andere blauwe plekken en wondjes. Dat beeld blijft maar bij me. Ik heb haar voor zorg aangekleed en in de kist gelegd. Dat hoor je niet te doen als je 15 bent. Ik vraag me af of je jezelf 's morgens in de spiegel kunt aankijken als je een moord hebt gepleegd en dan vervolgens zegt spijt te hebben, maar niet vertelt wat er is gebeurd. Ik was eerst heel zelfverzekerd. Ik dacht, dat ga ik mooi vertellen. Toen ik ging zitten, toen ik het eerste woord zag, toen moest ik meteen hard huilen. Ik was natuurlijk 15 en dan is het wel heel fijn als je dat kan laten zien. En ook aan de familie van Ron, van ja, jullie denken allemaal dat het ook een ongeluk was, omdat Ron dat heeft verteld. Maar ja, zo hebben wij dat helemaal niet gezien op foto's. En nee. Je leeft daar een soort van naartoe, omdat je dan het gevoel hebt dat er dan iets gaat gebeuren. Maar er gebeurt gewoon niks, hè? Er verandert niks. Hij krijgt straf, maar hij zat al vast en mijn zus blijft dood. Verdachte is hier volledig verantwoordelijk voor. En de rechtbank legt een gevangenisstraf op voor de duur van 11 jaren. Mijn neefjes en nichtjes hebben hun moeder er niet bij als zij op zichzelf gaan. Of gaan trouwen of wat dan ook. Dat vind ik heftig. Ja, je mist haar wel heel erg. Ik zat eigenlijk altijd bij haar. En ja, vooral knuffels van de moeder. Kom maar. Bij heel veel dingen ga je ook voor haar woorden invullen. Van nou, hoe zou ze, wat zou ze nu tegen me hebben gezegd? Hoe zou ze me nu helpen? Ik doe nog steeds niet de deur open voor als ik de bel hoor. Dan ga ik in de kast verstoppen. Het liefst wil je je hond gewoon uitlaten in de avond en niet bang zijn, maar dat gaat nog niet. Het is moeilijk om weer nieuwe mensen te vertrouwen. Maar het lukt me wel. Ik ben sterk genoeg.